Onweer. Het is 4:30 in de middag en Dikkie Dik ligt samen met Lapje te slapen in de grote poesemand. Buiten komen grote donkere wolken aandrijven. Het begint te waaien en een beetje te regenen. Het wordt helemaal donker. Plots schiet er een heldere lichtflits langs de hemel en dan klinkt er een heel harde klap. Dikkie Dik en Lapje worden er wakker van. Wat is dat? Dikkie Dik loopt naar het raam en kijkt naar buiten. Nog een lichtflits en nog zo'n harde klap. Het is nu ook hard gaan regenen. Lapje is bang en neemt Beer bij zich in de mand. Lapje, kom kijken, roept Dikkie Dik. Het onweert buiten met donder en bliksem. Oh, je hoeft niet bang te zijn. We zitten toch lekker binnen, lekker warm en droog? Dat was een mooie bliksem. Zo helder dat je alles kon zien buiten. En nog één. Kom nou kijken, Lapje. En neem Beer ook mee. Daar zitten ze op de vensterbank te kijken naar de bliksem. En ze luisteren naar de donder. Langzaam wordt het minder donker. De regen houdt op. De wolken verdwijnen. Het onweer is voorbij. Dag, Dikkie Dik. Tot de volgende keer.